Je hebt toch wel eens vaker koekjes gemaakt? Hey, andersom. Ja. Zo. En dan even hard. Oh, draaien. Oh, hier, hier, hier. Chef, harder, verder. Gaat die harder. Is die bezig? Nee, hij gaat prima. Gaat die ja, mooi mis. Ik doe het goed zodat ik het eruit kan halen. Nou, kom hier eens. Help hem. Hier, zijn tafel wordt helemaal beproefd. Kijk of hij er tegen kan. Ja. Oh, die is ook goed. Wat ga ik het doen? Nou, rollen. Spierballen. They look like the puffer chips. They look like puffer chips, ja. That's because of the shape. Yeah. Normally we have squares and triangles and... What do we have at home? A cow? Een koe hebben we, hè, thuis? Een huisje, een house, een little house. But I think my mother gave her... Was dit nog nog? Ja, triangle. Yeah. You do have triangle shapes and square shapes. Rectangle. But we also have little house shapes or animals. Oh. And I think you also can buy the... But those are for the children. Yeah. For fun. Yeah. Yeah, to make different. Yeah. Yeah. I think you can also buy letters. A, B, C, D. Good. You can make that's a good combination. Yeah. Yeah. They learned the letters. I cut away their interest for cooking. Die zal ik maar meenemen. Je hebt hier gescoord hoor. Ik moet hem openmaken. Ja. Ik heb ook niet handen. Oh. Ik ook. Want ik denk wel dat het goed is zo. Ga maar drukken. Want je bent een filo mee gaan maken. Dat is te dun. Je moet een beetje bloem eronder doen. Bloem. Ik kan er meteen nog aan. Niet niezen. Klaar. You're making pictures of me cleaning? No, pictures, video instead. Videos. Yeah. Okay, typical Dutch. Woman is cleaning. Now here's the interview with our chef, Selena. Hello. Hi. How's your cooking going? My cooking is almost finished. Good. And what's the name of this food? Fish pie. This fish fry. Pie. Pie. Oh, fish pie. Yes. Fish pie. And this is the salad. This is the salad. Spinazie? No, it's in Dutch veldsala. Veldsla. It's literally translated, it's field salad. Field salad. Let me have a try. Field salad. You missed it with the slaw already. Yes. Mees is al zeven geworden. Oké. Nou, we hebben ook een onderbedachte, dus samen met Bertus. Als je ouder wordt, moet je toch elke dag eten. Maar dan kan je misschien niet meer elke dag boodschappen doen. Gaat niet meer zo goed natuurlijk. Wij kunnen nog wel koekjes. Ja, ja, we kunnen dat. Dus wat hebben die nou bedacht? Die hebben zo bedacht, als we nou vragen of er mensen bij ons mee willen eten, dan betalen we op en om het eten en dan mogen die mensen koken. En die eten gewoon mee. En ik doe dat één keer. Een stukje. Als je een stukje hebt. Mama, ik heb een koekje achter me. Mama, ik heb een koekje. Dus ik ga één keer in de week koken. Eén keer in de week koken.